bij weer een nieuwe video. Ik sta hier in Wijk aan Zee. Ik zou eens even gaan kijken bij de bunkers die hier nog in de duinen liggen. Nou, die waren in zo grote mate opgeknapt dat het wel lijkt alsof ze herbouwd zijn. En ze zijn afgesloten. Heel erg jammer, want ik hou van echte oude bunkers die eigenlijk niet zijn opgeknapt en ook niet zijn afgesloten. En ook geen speciale paden erin. Nee, gewoon hem zelf bezoeken. En zelf je padje kiezen. En toen ben ik een rondje omgegaan door Wijk aan Zee, toen kwam ik hier. Heliomare, waar ik nog gezeten heb op mijn vierde levensjaar. In verband met de handicap die ik natuurlijk al van jongs af aan mijn been heb. En destijds dat ik jaren 4 was, toen dachten ze nog dat het met fysio wel goed zou komen. Kwam het niet. Er was een operatie nodig op mijn 10e. En toen heb ik hier nog een kort tijdje gezeten. Een heel kort tijdje, want het is voor mij geen goede herinnering. Ik had namelijk alleen maar heimwee. Ik wou maar één ding en dat was naar huis. Sterker nog, ik heb het er zelfs een keer op gewaagd. Ik weet er zelf niet echt alles van. Ik weet alleen wel dat ik weggelopen ben en dat ik daar door die grote ingang naar buiten gelopen ben. En dat ik op een gegeven moment hier liep. En dat mijn vader met de kever, wie die toen had, van die kant kwam aanrijden. Wat ik op de dag van vandaag erg vreemd vind, want dat is namelijk niet de weg richting Alkmaar. Waar ik natuurlijk toen woonde. Heel vreemd, want je gaat namelijk die kant op. Ja, dat weet ik ook allemaal pas nu hoor. Ik bedoel, nou ja, nu in ieder geval alweer heel wat jaren. Want ik ben er later gerust nog wel eens een keer geweest. Onder andere in 1998 ben ik er nog eens een keertje binnen geweest. Want er was een collega van mij en die had een ongeluk gehad met de scooter en die moest revalideren. En die ging toen hier naartoe. Ja, toen ben ik er nog een keer geweest. Was niet echt mijn meest favoriete bezoek, maar ik ging toch. En dat was ook hier. En toen trof ik het ook nog hetzelfde aan. En nu... Nog steeds, ja. Nog steeds roept het zo de herinnering op hier. De stenen die hier lagen, dat waren ongeveer dezelfde als wat er nou rond dat rotondetje ligt. En dat ging dus die kant op. Ja, was mijn vader op dat moment al in Wijk aan Zee? Zou hij ergens wat gegeten hebben? Hij was met nog iemand, met een vriend van hem toen. En toen kwamen ze van die kant af. Ja, vanzelfsprekend ging ik natuurlijk meteen mee naar huis, dat was wel duidelijk. En mijn moeder die was er in zo'n grote mate boos over. Dat ze dus meteen in de telefoon klom en is gaan bellen. En hier de hele boel bij elkaar liet roepen. En hoe dat kon, dat dat gebeurde. Hoe kon een kind daar weglopen zo makkelijk? Ja, ik weet wel, dat zou nu zo makkelijk niet meer gaan. Nee, daar zijn ze daarna gerust wel beter op gaan letten. En het heeft ook eigenlijk niet zoveel te maken met het heliomare van nu. Want het was toen. Al het personeel van toen, dat werkte natuurlijk niet meer. Nee, dat is allemaal gepensioneerd leven helemaal niet meer. Maar dat gebeurde toen. En toen liep ik hier op de stoep, langs dat hek hier. Het zou nog bijna dezelfde stoep kunnen wezen. En toen kwam mijn vader van die kant. Dat is gewoon zoiets wat gewoon nog op mijn netvlies staat. Gewoon van dat ik hem aan zag komen en hoe blij ik daarmee was. Want die kwam me ophalen. Zo zag ik dat. Het was eigenlijk de bedoeling dat ze alleen op visite zouden komen, maar hij kwam het dus ophalen. Ja. Van die kant, met de kever. Ja. Daar komt hij nu geen kever aan. Nee, die rijden bijna niet meer. Maar dat is wat ik me nog herinner. Ik ga die kant maar eens even oprijden. Eens kijken waar die nou eigenlijk precies vandaan kwam, mijn vader in die tijd. Want als je richting Alkmaar zou rijden, dan moest je die kant op. En dan op een gegeven moment aan de andere kant, dus Wijk aan Zee uit. Wat zit daar dan? Ja, of zat daar toen? Ik bedoel, de rest van de omgeving kan natuurlijk best wel aardig veranderd zijn. Eens even kijken. Juist, een hotelrestaurant. Als dat er toen ook al zat, dan heb je hier dus wat gegeten. Ik weet natuurlijk niet of dat er toen ook al zat. En ik weet ook niet of dat dit was. Dit ziet er best wel modern uit. Dit zou ook van na de jaren 70 kunnen zijn. Maar misschien zat er toen ook al wat hoor. Misschien heb je hier toen ook wel wat gestaan waar je iets kon eten. Maar verder loopt het inderdaad dood. Dat weggetje, daar stond ik net verderop. En hier ga je alleen maar richting de kust. Verder niks. Dus, hij zal waarschijnlijk iets gegeten hebben. Laat ik het daar maar op houden. Samen met die maat. Ja. Verder zal ik het ook niet weten. Ik neem maar dat het toen dus ook wel wat gezeten heb dan. Nou ja, oké. Dan is dat mysterie ook voor een groot deel opgelost. Alleen of het toen ook zo uitzag als dit, dat weet ik niet.
durf het eerlijk gezegd niet te zeggen, want ik vind dit vrij modern. En dat weet ik ook nog. Dat je als je wijk aan zee uitrijdt langs deze weg, dat je dan twee van deze tunnels passeert. Ja, daar gingen we toen onderdoor met de kever. Ja, lang geleden, want er gaan nu heel andere auto's onderdoor. Sterker nog, er hebben al elektrische auto's onderdoor gereden. Heel andere tijden. Maar ze leggen er nog wel. Twee stuks van deze. In de weg richting wijk aan zee. Verder is eigenlijk alles nog wel hetzelfde hier. Al die bossen, dat stond hier ook allemaal al. Ja, onveranderd. Ik ga mijn rit weer vervolgen. Ik rij hem natuurlijk wel anders dan toen. Ja, bovendien woon ik natuurlijk ook niet meer in Alkmaar. En ik ben natuurlijk op de scooter, dus ik rij hem sowieso anders. Want met de auto reden we natuurlijk niet op het fietspad. Alhoewel een kever dat wel prima kon, hoor, want een kever was niet zo groot. Nee, ik kon prima op een fietspad rijden. Ik sta hier nu ergens in Beverwijk. En die moet ik hebben. Heemskerk-Alkmaar. Ja, want die andere dat is een stuk omrijden en die andere nog verder. Gaan we die kant op. Ik weet niet of we dat destijds met de auto ook deden, maar goed, nu doe ik het in ieder geval wel. Die richting op. Eerst maar eens richting Heemskerk en dan vanaf die kant dan weer richting Alkmaar. Ja, simpel eigenlijk. Ik heb de route iets gewijzigd, want bij Heemskerk hadden ze een weg afgesloten. En nu sta ik aan de rand van Bakkum. En het is nog 10 kilometer naar Alkmaar. Maar dat schiet op. Oh ja joh. Een paar minuutjes. Nee, zo hard gaat hij nou ook niet. Dus dat wordt die richting op. Ja, mooi door de polder. En het is nog mooi weer ook. Ja, en er was wat anders voorspeld. En dan zit ik alweer bij Alkmaar. Ik heb de route nog meer gewijzigd onderweg. Want op de Kennemerstraatweg daar stond het helemaal vast. En deze weg is nog niet eens klaar en hij is nu al afgesloten. Tjoh, dat gaat snel. Ongelooflijk, hè? Afgesloten wegen en Alkmaar. Het hoort echt bij elkaar. Er is altijd wel iets afgesloten. Zelfs al voordat de weg ooit in gebruik genomen is. Ken je even nagaan. Maar goed, daar gewoon die kant op. We komen er even goed wel. En tegen die tijd dat deze weg klaar is, nou, dan gaan we deze kant misschien wel een keer op. En inmiddels sta ik alweer aan de Twijverweg in Sint Pancras. Ja, we hebben wel Alkmaar alweer gehad. Ja, een mooie Amerikaan. Ja, dat is een bus met hoofdletters. Zeker wel. Mag het nog altijd graag horen, ook in deze tijd van elektrische vervoermiddelen. Ik hoor dat toch liever hoor, zo'n V8. Ja. Ja, dat is wel meer mijn ding hoor. Maar goed, ik ga mijn rit verder vervolgen richting huis. Ik was even omgereden in Alkmaar ook nog, want het stond overal vast. Het zat precies in de spits. Nou ja, en in Sint Pancras had ik ook nog een beetje last van de spits. Dus toen ben ik gewoon een beetje binnen doorgegaan via mijn oude postwijk hier natuurlijk op de achtergrond. Ja, makkelijk hè. Als je postbode geweest bent, dan weet je namelijk ook alle sluipweggetjes. Ja, ik bedoel, met de scooter kan je alle sluipweggetjes pakken. Voor een auto worden ze nog wel eens afgesloten. Maar ik heb alle mogelijkheden. Nog even een laatste stukje richting huis waar ik tegenwoordig woon. Want ja, de tijd waar ik het over had, toen woonde ik natuurlijk in Alkmaar. Ja, toen was ik nog zo'n klein driftig mannetje. En dan staat er netjes in de schuur. Ook aan deze wat langere rit is weer een einde gekomen. Was er een prachtige dag voor. Ja, het is mooi toer hoor, even goed zo met zo'n dag als dit. Helemaal top. Was alleen wel een beetje aan de warme kant. Ja, en ik ben niet zo echt van de warmte. Maar ja, goed. Ik kan natuurlijk niet alles hebben. Ik vond hem weer geweldig in ieder geval. Super toch? In ieder geval bleef het droog. En dat was wel heel anders dan de voorspelling. Want het zou flink gaan regenen of zo. Harde regenbuien zouden we krijgen. Maar ja, met dat weer. Je weet het maar nooit hier in Nederland. Je kan er nooit helemaal van uitgaan. Je moet gewoon naar buiten kijken. Dan zie je vanzelf wel wat voor weer het is. Dit was hem weer. Ik ga hem hier weer afsluiten. En ik zou zeggen, tot de volgende!